zuchtte om Suriname. Heimwee van de Surinamer tijdens de oorlog. Vraag niet waarom zozeer gezucht mij overmand. Jijzelf, mijn vriend, kunt ook niets zien van ginds, ons land. Waar in een stille tuin van groen de vlinder vlucht, daar ginds in Paramaribo, die blauwe lucht. De kleur van de bananenboom in het ochtenduur, die brand van middag. Dr. Anders Schulreizen, secretaris van de Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname, doet onderzoek naar dit stukje Nederlandse geschiedenis en ijvert voor erkenning en acceptatie van de Surinamers en Antillianen die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er honderden Surinamers en Antillianen woonachtig in Nederland. Een van hen was de bekende Surinaamse schrijver Lou Liegveld, meer bekend als Albert Helman. En hij is de vader van Cecilia Liegveld van Vliet. Cecilia Liegveld is een zeer belangrijke bron die ons kan vertellen over de oorlogsperiode. Helaas weten we heel weinig af over het leven van Surinamers en Antillianen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En ze is daarvan een exemplarisch voorbeeld van. Als je nog meer mensen in die leven zijn, zijn nog wat Antillianen te vinden, zijn nog wat Surinamers te vinden. Maar die oorlog is zo ingrijpend geweest dat de mensen niet echt willen praten. En ik ben wel blij dat ik haar heb kunnen vinden op mijn pad naar onderzoekgegevens en naar personen die nog leven en die nog een goede herinnering hebben over die periode. Wanneer Lou Liegveld geboren is, die is geboren in 1903, of in Paramaribo. Hij is al heel jong gestuurd om naar de kloosterschool of zoiets te gaan, want hij moest priester worden van de, dat hoorde zo, geloof ik. Mm-hmm. En toen kreeg hij heimwee, ja. Juist, en toen is hij, omdat hij heimwee had, heeft iemand hem weer mee teruggenomen naar Suriname. Want hij deed niets als in die kloosteromgeving, in de kostschooltoestand huilen, want dat was hij niet gewend. En hij miste zijn familie en zijn broertjes en zusjes en vader en moeder. Het erfen van de oorlog is een onderzoeksproject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat project is, dacht ik, een jaar of twee geleden begonnen. Loop af dit jaar en ze hebben mij specifiek gevraagd om te proberen in kaart te brengen het erfgoed van Suriname en Antillen in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Wie zijn de mensen, wie zijn de oorlogsgetuigen, wie zijn de mensen die nog die periode kunnen herinneren, maar bovenal waar zijn de bronnen te vinden? KSM-gebouw. Hierachter meer de vroegere schepen aan de Suriname kwamen. De Suriname Kade, de Nederlandse oude Suriname Kade. Dus de schepen kwamen uit de West. Met een oud-koloniale term, Suriname, Curaçao, Aruba. Al die schepen die uit dat gebied kwamen, die meerden hier achteraan. En binnen in dit gebouw, in de hal, vinden wij de namenlijst van de op zee aangekomen KNSM Zeevaren. Het gaat dus om Nederlanders, Antillianen en Surinamers. Antillen en Suriname hebben een hele grote rol gespeeld in de oorlog, met name op het economische vlak. Van Suriname werd de bauxiet verscheept naar Amerika, bauxiet, aluminium. En aluminium was erg belangrijk voor de bouw van de gevechtsvliegtuigen. Er zijn honderden vliegtuigen gebouwd op basis van Surinaamse bauxiet. En de Antillen hebben natuurlijk een rol gespeeld in de bevoorrading van de legers door olie te verschaffen. Kerosine, vliegtuig, benzine, die werden dus natuurlijk verkocht. Ja. En met die olie kon dus de oorlog uitgevochten worden. Een speciale website waarbij mensen overal ter wereld waar ze om mogen zijn en geïnteresseerd zijn in het onderzoek of in informatie naar de bergen van Suriname en Antillen
als die website bezoeken, kunnen ze precies zien waar in Nederland, waar op de Antillen, of waar in Suriname, of wellicht waar in Amerika er materiaal ligt met betrekking tot deze materie. Wat ik wil bereiken is dat er in deze samenleving mensen gaan inzien dat die dodenherdenking erg belangrijk is en dat het bevrijdingsfeest ook erg belangrijk is. Maar ook voor de acceptatie van Surinaamse Antillianen in dit land. De dominante groepen moeten weten, dat Surinaamse Antillianen grote offers gebracht hebben en dat ze een plek verdienen in dit land. En niet op basis van medelijden, maar puur op basis van het feit dat ze het verdiend hebben. En dat ze gewoon ook een deel waren van de Nederlandse koninkrijk toen. Met de kantelbeweging bedoel ik dat de herdenking, de jaarlijkse herdenkingen, zowel in Nederland of elders in Europa, het gaat ook voor Amerika, wellicht daar misschien wat in mindere mate, maar met name in Nederland zien we dat, wordt de herdenking vaak gevierd en gebracht vanuit de Nederlandse visie. En die Nederlandse visie is er geen plaats voor de bijdrage van Suriname en de Nederlandse Antillen daarin. En ik denk, dat wil je dat beeld veranderen, dan moet je dus ook gaan vertellen over de rol die deze landen vervuld hebben en gespeeld hebben.